Anne en Emma hebben ook te maken gehad met ene Mauro, die in Utrecht meisjes lastig valt. De man houdt zich al 7 jaar met de rare praktijken bezig en ook de afgelopen dagen lijkt hij weer actief te zijn. Het is gewoon heel vies eigenlijk als je erover nadenkt, gewoon dat hij zoiets probeert bij ieder meisje dat hij ziet, wetend dat hij gewoon al nu al tegen de 30 aan zit en dat hij dan tegen 16-jarige meisjes heel aan praat. Anne weet nog goed dat ze 2 jaar geleden door hem werd aangesproken. En toen vroeg hij van, ja, wil je een keertje wat gaan drinken? Ik zei van, nou nee, want ik ben 16, dus dat mag helemaal niet. En toen zeiden we, ja, maar dan kunnen we wat anders gaan drinken. En toen was hij heel erg aan het forceren om mijn nummer te krijgen. En ik keek aan ik was met 2 vriendinnen en ik keek hem echt aan van, help me alsjeblieft. En op een gegeven moment, hij rende gewoon uit het niets weg. En ik dacht echt dat ik op een of andere prank zat of zo, in een prank video of zo zat. Vond je het intimiderend? Ja, volgens de 16-jarige, ik vond het best wel intimiderend, ja. En ook heel raar ook gewoon. Hij was echt aan het pushen om je nummer te krijgen dus? Hij was echt heel erg aan het pushen, ja. En een vriendin van Emma was slachtoffer toen ze samen door de stad liepen. Hoe kwam hij op jou over? Nou, in het begin wel vriendelijk, want hij probeerde wel gewoon een gesprek aan te knopen. Maar toen hij doorbleef drammen over, heb je een vriendje? En daarmee zeggend, ik wil je vriendje zijn, dat was wel heel irritant. En ook wel een beetje intimiderend. De politie onderzoekt de zaak en ondertussen waarschuwen vrouwen elkaar massaal op sociale media. Als je hem tegen zou komen, wat zou je dan doen? Dat hangt er vanaf wat hij doet. Maar ja, ik weet over het algemeen mijn mannetje wel te staan. Dus ik hoop voor hem dat hij mij niet tegenkomt eigenlijk. Als ik het zo hoor, dan heb ik zoiets van, gast, waar ben je mee bezig? Weet je, zijn minderjarige meisjes, dat doe je niet. Als je hem nu zou tegenkomen, wat zou je dan doen? Klappen. Ja, ik zei het net nog tegen haar van, als ze hem tegenkomen, je filmt het. Want ik spreek hem aan. Ik ga er echt wel wat van zeggen, hoor. Het is echt heel vies wat hij doet allemaal.